Hoi en welkom in de vierde les van inleiding in de biologie. Ik ga vandaag wat vertellen over celorganellen. En als eerste is het handig om alvast je BINAS erbij te pakken, want die heb je zo meteen nodig. Nou, de lesdoelen voor vandaag. Je kent de onderdelen en functies van dierlijke en plantaardige cellen. Je kunt de bouw en functie van het cytoskelet van cellen kunnen benoemen. Je kunt een cel beschrijven als zelfstandig functionerende biologische eenheid. Dit klinkt heel vaag, wordt vanzelf duidelijk. Je weet hoe de membranen van cellen zijn opgebouwd. En je weet wat het verschil is tussen hydrofobe en hydrofiele fosfolipiden. Dus we gaan met een hoop aan de slag vandaag. Goed, het is handig als je even je BINAS openslaat op tabel 79c. Daar zie je een afbeelding van een dierlijke cel. Daarboven zie je ook een plantaardige cel bij 79b, maar ik hou het even bij de dierlijke cel. Ik ga een hoop informatie, een heleboel details geven. Waarschijnlijk ga je dat niet allemaal in één keer uit je hoofd weten. De BINAS is handig omdat daar alle onderdelen in staan, maar er staat niet bij wat de functie van elk onderdeel is. En dat ga ik je vandaag vertellen. Ik zei net al, je moet een cel ook zien als een biologisch zelfstandig functionerende eenheid of iets dergelijks. Het makkelijkste is daarbij om gewoon de cel te zien als een soort van dorp. Dus het is een dorp met allemaal verschillende onderdelen en die zorgen ervoor dat het een eenheid vormt en die zorgt ervoor dat alles netjes binnen geregeld wordt, binnen en buiten de cel. En dan beginnen we bij nummertje 1, dat is de celkern. En die regelt alles wat in de cel gebeurt. En daarom wordt het ook de burgemeester wel eens genoemd. Dus de burgemeester regelt alles wat in de cel gebeurt. En de celkern die geeft instructies aan de cel door middel van mRNA. En dat staat voor messenger RNA. En wat is dat nou precies? Nou, zonder al te veel in detail te treden. In je celkern heb je DNA zitten. En daar zitten al je erfelijke eigenschappen op. En ook al je genen. En stel je voor dat er een bepaald eiwit moet worden gemaakt van een bepaald gen, dan wordt dat ene gen wordt gekopieerd. Dat is dus dat messenger RNA. En dat gaat vervolgens naar je cel, zodat die een instructie kan geven. Daar kom ik zo nog op terug. Om de celkern heen heb je allereerst het ruw endoplasmatisch reticulum zitten, afgekort ER. Dat zie je hier zitten. En dat is een fabriek. Dat is dus een plek waar allemaal eiwitten worden gevormd. En de eiwitsynthese zelf wordt in het ER, dus het endoplasmatisch reticulum, uitgevoerd door ribosomen. Dat zijn de arbeiders. Dus even voor het verschil. Het endoplasmatisch reticulum, dat is de fabriek. Dat is gewoon de plek waar de meeste eiwitten worden gevormd. En degene die het daadwerkelijk maken, dat zijn de ribosomen. Dan heb je daarnaast heb je ook nog eens een keer het glad endoplasmatisch reticulum. En dat zie je hier aan de zijkant zitten. Dus dit is het glad endoplasmatisch reticulum. En in dit gedeelte zitten bijna geen ribosomen. Hier vindt de synthese van bijvoorbeeld lipiden en fosfolipiden plaats. Nou, waarom wordt het ene glad genoemd en waarom de andere ruw? Als je het door een microscoop heen bekijkt. Die ribosomen die zitten soort van vast aan het membraan van de ER. Dus als je dat onder een microscoop bekijkt, ziet dit er heel ruw uit en dit ziet er heel glad uit. Vandaar dus het verschil in naam. Ook is het glad endoplasmatisch reticulum een doorvoerplek van gevormde eiwitten naar het Golgi-systeem. Daar kom ik zo op. Nou, dan heb je nog nummertje 4, dat zijn de ribosomen. Ik had het er net al over. Een ribosoom maakt aan de hand van de instructie van mRNA eiwitten. Er bevinden zich ook losse ribosomen in het cytoplasma. Dus de meeste die zitten hier. En je hebt een aantal, ja, wat zal het zijn, ZZP'ers, die freelancers, die drijven los rond in het cytoplasma. Je moet zo'n stukje DNA, zo'n gen, moet je eigenlijk zien als een recept. Dus op het moment dat daar een kopie van wordt gemaakt, gaat dat naar de ribosomen toe en die lezen dat kopie van zo'n recept af en die maken dan een eiwit. Zodra een eiwit is gemaakt, moet die nog worden gecontroleerd.
En de chaperonne-eiwitten helpen gevormde eiwitten in de juiste vorm te vouwen en te beschermen tegen verkeerd gevouwen eiwitten. Dus die chaperonne-eiwitten die controleren eigenlijk de eiwitten die een ribosoom heeft gemaakt. Doe nog even in de juiste vorm. Dus als je weer in het idee van een fabriek denkt, dan zijn de chaperonne-eiwitten die het aan het eind even de afwerking doen. Nou, hier zie je weer even een plaatje dus van zo'n celkern. Heb je dus een stukje DNA zitten en, hier heb je een gen. Er wordt dus een kopietje van gemaakt. Messenger RNA gaat naar de ribosoom toe. En die kan dus een eiwit maken aan de hand van aminozuren. Nou, wat zijn die aminozuren? Dat is niets anders dan de bouwsteentjes van een eiwit. En waar vindt hij die aminozuren? Die drijven gewoon los in het cytoplasma. Hoef je verder ook niet over na te denken, die zijn er gewoon. Dus een ribosoom kan die eiwitten maken aan de hand van de bouwstenen, de aminozuren die hij in het cytoplasma vindt. Als zo'n eiwit is gemaakt, moet die uiteindelijk worden vervoerd. En daar komt het transportblaasje bij kijken. Deze vervoeren stoffen door de cel heen, maar kunnen ook stoffen naar het celmembraan sturen, of andersom. De transportblaasjes worden vervoerd langs het cytoskelet. En dat zijn een soort kabelbaantjes. Dat ga ik even laten zien met een aantal plaatjes. Eerst even, wat is precies zo'n cytoskelet? Het boek omschrijft het als een netwerk van eiwitvezels in de cel. En de functie is dat het de cel zijn stevigheid en vorm geeft. Maar in dit verhaal zorgt het vooral voor het vervoer van eiwitten. Hier zie je een microscopisch plaatje van een cel. Hier heb je de celkern zitten. En al die groene draadjes, dat zijn allemaal onderdelen van het cytoskelet. En langs zo'n cytoskelet worden dan stoffen vervoerd. Dus dan zou dit een transportblaasje zijn met daarin een eiwit. En die wordt dan vervoerd langs zo'n stukje van een cytoskelet. Dus hier heb je weer zo'n stukje cytoskelet. Je hebt een transportblaasje en die zit dan met een speciaal eiwitje zit die daar weer aan vast. En dan kan die als het ware zo langs die cytoskelet kan die lopen. Dus dat is hoe stoffen worden vervoerd door de cel. Dus hier heb je dat nummertje 5 zitten. Daarnet had ik het over dat op het moment dat stoffen zijn gevormd in het endoplasmatisch reticulum, dat die worden gestuurd naar het glad endoplasmatisch reticulum. En dan gaan ze uiteindelijk naar het Golgi-systeem. Met zo'n transportblaasje gaat hij dus van dit plekje gaat hij naar dit plekje. Ziet er een beetje uit als een stapeltje pitabroodjes. En het Golgi-systeem zou je ook kunnen vergelijken met een distributiecentrum. En eiwitten die in het ER worden gevormd, worden hier gebruiksklaargemaakt en vervolgens gelabeld en verstuurd. Dus het gaat naar het distributiecentrum, krijgt letterlijk een label van gewoon een bepaalde stof wordt eraan vastgeplakt. En je kunt dat zien als een soort van scancode. En dan weet de cel van, oh, dit stofje moet bijvoorbeeld binnen de cel blijven of dit stofje moet naar buiten. Ja, denk even een praktisch voorbeeldje. Stel je voor, je hebt net een boterhammetje gegeten. Dan stijgt jouw bloedsuikerspiegel. Een te hoge bloedsuikerspiegel is niet goed. Dus wat doet jouw lichaam? Die gaat insuline maken. Dus jouw cel die geeft de instructie om insuline te maken. Nou, dat wordt dan hier gedaan. Gaat vervolgens naar het Golgi-systeem en die zegt van oké, dit moet naar buiten de cel, want het moet uiteindelijk in je bloed terechtkomen. Nou, dus dat wordt allemaal hier geregeld, dat het op de juiste plek terechtkomt. Nou, je cel heeft ook energie nodig. En dat gebeurt bij nummertje 7, dat zijn de mitochondriën. Even kijken, hier zie je ze ook. En in de mitochondriën wordt glucose verbrand. En met de vrijgekomen energie wordt ATP gevormd uit ADP. En ATP, dat is een soort van de benzine van de cel. Je mag even vergeten wat het precies betekent. Ik ga het al wel even vertellen. Het belangrijkste is gewoon dat jij weet wat ATP de benzine is van de cel. Maar ATP staat voor adenosine trifosfaat. En daar zitten dus 3 fosfaatgroepjes op, daar zit veel energie in en wil ATP worden gebruikt, dan wordt 1 van die fosfaatgroepjes eraf gebroken. De energie die daarbij vrijkomt gebruikt de cel en daarbij ontstaat ADP. Nogmaals, dit mag je heel even vergeten. Dan, in jouw dorp moet dan ook allemaal zooi worden opgeruimd.
En daar heb je de lysosomen voor. En een lysosoom is een blaasje gevuld met verterende enzymen met als functie om eiwitten of oude organellen op te ruimen. Er zit een handig beschermingsmechanisme in, want de pH-waarde in een lysosoom is lager dan de pH-waarde in het cytoplasma. Dus als zo'n lysosoom knapt, dan worden de verterende enzymen inactief. Je moet je bedenken, die verterende enzymen die slopen gewoon alles wat ze tegenkomen. Dus als zo'n lysosoom zou knappen en die enzymen worden niet inactief, dan gaan ze vervolgens misschien je celkern beschadigen of je endoplasmatische reticulum. Dat is niet handig. Dus daarvoor is een beschermingsmechanisme dat als zo'n lysosoom knapt, je ziet ook in verhouding is die heel klein, dus dat de vloeistof in de lysosoom wordt vermengd met cytoplasma en die pH-waarde stijgt automatisch en zo'n enzym is inactief. Dan heb je ook peroxisomen, dat is de waterzuivering. Er zit waterstofperoxide in en een van de belangrijke dingen wat die doet is het neutraliseren van giftige stoffen. Alcohol is daar ook een voorbeeld van. Nou, dan heb je nog de celmembraan. Die is opgebouwd uit een dubbele laag fosfolipiden. En in het celmembraan zitten speciale eiwitten die als poortjes dienen voor de toegang van bepaalde stoffen. Daar ga ik in een andere les wat meer over vertellen. Nou, cytoskelet, infrastructuur, heb ik het net al over gehad. Hè, dat zorgt voor de stevigheid en vorm. Maar ook de transportblaasjes kunnen het cytoskelet gebruiken om stoffen te vervoeren. Dan het cytoplasma. Dit is een vloeistof in de cel waar alle onderdelen in liggen. Maar ik zei net al, alle bouwstenen voor eiwitten zitten ook in het cytoplasma. Hè, dat waren de aminozuren. Nu, nog een keer dus de cel als zelfstandig functionerende eenheid. Ik heb net echt heel veel informatie gegeven, maar even dus heel erg in het kort. Celkern geeft de instructie om een stofje te maken, gaat hier naar het fabriek toe. Daar zitten allemaal arbeidertjes in. Zodra hier een stofje is gemaakt, gaat het met een transportblaasje naar het Golgi-systeem. Nou, je cel heeft ook energie nodig, dat zijn de mitochondriën. Je hebt hier nog een stukje cytoskelet, daar hebben ze even gewoon maar een klein deeltje van getekend. Maar met andere woorden, jouw cel kun je dus zien als een zelfstandig functionerende eenheid. Er zijn namelijk ook eencellige organismen. Dus die moeten dat allemaal met één cel zien te doen. Nou, even een voorbeeld van hoe een cel jouw lichaam tegen zichzelf kan beschermen. Dat klinkt een beetje vaag. Dat is ga ik een voorbeeldje doen hoe een bepaalde vorm van diabetes kan ontstaan. Een bepaalde vorm van suikerziekte. Ik had het net al over als in het endoplasmatisch reticulum door bijvoorbeeld ribosomen een hormoon zoals insuline is gevormd. Dan moet dat wel worden gecontroleerd door de chaperonne-eiwitten. Dus die willen wel zeker weten dat het eiwit goed is gevormd en niet jouw lichaam schade kunnen toebrengen voordat het naar buiten gaat. Stel je voor dat jij dag in, dag uit te veel suikers binnenkrijgt, dan moeten die cellen, en dat zijn de eilandjes van Langerhans die insuline maken, dan moeten dus die cellen moeten overuren draaien. En op het moment dat er meer insuline gemaakt wordt door de ribosomen, dan dat de chaperonne-eiwitten het kunnen controleren, dan geeft de chaperonne-eiwit geeft uiteindelijk een noodsignaal af en die zegt van joh, we kunnen niet alles netjes controleren, dus het kan zijn dat er een verkeerde eiwit de cel verlaat. En wat de cel dan doet, op het moment dat hij dus overbelast raakt, dan gaat hij zichzelf vernietigen. Dat heet apoptose, dus dan is gereguleerde celdood. Dus één cel, die gaat zich nu zelf vernietigen om ervoor te zorgen dat niet per ongeluk verkeerd gevouwen insuline naar buiten gaat. Maar je kan je bedenken dat dan de andere cellen die overblijven, dat die het een stuk drukker gaan krijgen. Dus als jij dan nog steeds heel veel suikers binnenkrijgt, dan kan het dus zijn dat vervolgens nog een cel het ophoudt. Nou, uiteindelijk komt dat in een stroomversnelling terecht en dan hou je dus uiteindelijk geen cellen over die insuline kunnen vormen. En dan kan dus, dat is trouwens één van de redenen waardoor diabetes mellitus kan ontstaan. Er zijn ook andere redenen, ook als je gezond eet kan dit ontstaan, maar dit is één van de redenen hoe dit kan ontstaan. Goed, gaan we even naar membranen. Dus we hebben dus nu de onderdelen van de cel gehad, gaan we even kijken naar membranen. Het celmembraan
is opgebouwd uit een dubbele laag fosfolipiden. Nou, wat is zo'n fosfolipide? Een fosfolipide bestaat uit een kop van fosfaat en twee staartjes van lipiden. Dus dat zijn twee vetdeeltjes. Het kopstuk, dat fosfordeeltje, fosfaatdeeltje, is hydrofiel, terwijl het dubbele staartstuk hydrofoob is. Dus hydrofiel is waterminnend, houdt van water en hydrofoob is bang voor water. En dit is een heel belangrijk proces als het gaat om het vormen van een celmembraan. Probeer even voor de geest te halen wat er gebeurt op het moment dat jij een vetdruppeltje in het water gooit. Dat gaat elkaar opzoeken. Dus ook al ga je daar proberen dat te splitsen, laat je het een tijdje staan, dan zullen die vetdruppeltjes elkaar gaan opzoeken. Nou, dat is hetzelfde wat er gebeurt bij zo'n dubbele laag van fosfolipiden. De stukjes die van water houden, die gaan naar de buitenkant en eentje dus naar de binnenkant. En al die vetdeeltjes, die zoeken elkaar op. En zo ontstaat er uiteindelijk een celmembraan. Alleen hele kleine moleculen kunnen langs zo'n celmembraan gaan. En voor de wat grotere moleculen heb je dus van die speciale poortjes nodig. Wat dus in een andere les, wat ik wel ga uitleggen. Maar hier zie je het dus wat beter. Dus aan de binnenkant heb je cytoplasma zitten, dat is een vloeistof. Dus daar houden die vetdeeltjes niet van. Dus die gaan dus juist met een kop, met het fosfaatgroep, gaan ze juist richting het cytoplasma, terwijl het vetdeeltje de andere kant op wijst. Maar aan de andere kant, vaak is de omgeving van de cel is ook vochtig, dus daar zul je hetzelfde zien gebeuren. En zo krijg je dus zo'n dubbele laag van fosfolipiden. Nou, die dubbele laag van fosfolipiden maakt een cel ook heel flexibel en ook heel stevig. En dat ga ik met het volgende wil ik dat laten zien. Wat je hier ziet is een cel, is een eicel, en die wordt geïnjecteerd met een zaadcel. Dus een naald, je ziet hier een naald die wordt in zo'n eicel geprikt. En dan wordt een zaadcel zo meteen geïnjecteerd. Zo'n eicel zal niet gaan knappen op het moment dat, dat zo'n naald eruit wordt gehaald. Want wat er gebeurt namelijk, zodra die naald eruit is, gaan al deze vetdeeltjes die gaan elkaar weer meteen opzoeken. En die fosfaatdeeltjes die gaan weer naar de buitenkant. Dus straks zul je ook zien in het filmpje, zodra dan, volgens mij wordt nu de zaadcel wordt ingebracht. Maar zodra dan dus dat naaldje er weer uit wordt gehaald, dan is die cel, die eicelmembraan, die sluit zich weer netjes af. Nou, volgens mij is die nu net geïnjecteerd en hier zie je dus die naald gaat eruit en eigenlijk is er niks gebeurd. Zou je dit bij een ballon doen, nou dan knapt die meteen en is die stuk. Goed, dat was een hoop informatie. Kijk het nog een keertje rustig terug. Mocht je deze les ook op HAVO-niveau of op MAVO-niveau willen bekijken, of gewoon andere filmpjes willen bekijken van biologie of examentips, ga dan vooral naar het YouTube-kanaal Biologie met Joost. En dan is het einde van deze les.